Duitsland zakt steeds verder in een economische crisis. Daarvoor waarschuwt het Duitse economisch onderzoeksinstituut IFO. Want voor de vierde maand op rij nam het vertrouwen van Duitse ondernemers af. Otto Fricke is FDP-bondsdaglid en woordvoerder begrotingszaken. Goedemiddag. Een goede zonnelijke middag vanuit Berlijn. Ja, maar hoe goed is die middag als de Duitse economie in het slop raakt? Het weer is fijn, maar ik moet eerlijk zeggen, natuurlijk is het niet het eerste keer dat we nu deze nieuws krijgen over onze economie. En dat gaat al, ik zou zeggen, sindsdien het begin van corona en daarna die vraag van de energiecrisis met Rusland. En het is een geschiedenis waar ik geloof het land nog niet snapt hier in Duitsland dat we moeten verschuiven wat we gaan doen. Maar de politiek en de mensen nog niet weten waar naartoe. Het is een beetje vergelijkbaar met de situatie die in Nederland enkele jaren geleden ook was. Maar ja, kijk eens, Duitsers zijn er altijd, dat duurt het toch altijd een beetje langer. Ja, want wat moet er gebeuren wat de mensen in Duitsland allemaal nog niet doorhebben kennelijk? Nou, het ene is het idee van, de Duitsers hebben de industrie en het gaat goed. Ja, nu de nieuws zegt, speciaal ook in de industrie, is het probleem dat daar een zwakte is. En dat was altijd een fundament van onze economie. En als die omlaag gaat, is het een probleem. En het tweede is het Duitse probleem van vertrouwen. Mensen om dan te zeggen, ik koop een nieuwe auto, ik koop een nieuwe keuken of deze dingen. En dat zit er niet. En het tweede is, we zijn ook maatschappelijk op het moment bang wat met Duitsland aan toe gaat. En dat is, ik wil niet zeggen het perfect onweer dat daar gebeurt, maar toch wel voor de politiek heel problematiek, ook voor mijn eigen partij, te verklaren mensen, we moeten iets anders doen. En daar zit echt een probleem en dat is nog niet te zien bij de werkloosheid. En dan doelt u op die aanslag in Solingen bijvoorbeeld dit weekend? Ja, daar komt dan het derde erbij. Dat wat in Solingen is gebeurd, wat in andere landen van Europa ook al is gebeurd. Dat we aan de ene kant weten, we hebben deze problemen, maar we hebben geen oplossing van, doen we nieuwe wetten, dan wordt het beter. Nee, het gaat heel veel over de vraag, wie mag in het land komen en wie moet terug in het land waar hij vandaan komt. En hoe gaan we het ook executeren? Niet alleen maar politieke debatten. En deze debat is dan ook een debat die, daar stopt iedereen in en zegt, als ik niet weet waar ik naartoe kan, hoe het met mijn land verder gaat, dan ga ik ook niet investeren, dan ben ik bang. En mensen die bang zijn, die geven geen geld uit. En dat is, weten we al, voor de economie niet zo goed. En dan natuurlijk ook niet voor de Nederlandse economie. Nee, dus hoe kan dan het tij gekeerd worden? Kijk eens, ik geloof, het belangrijkste voor Duitsland is nu, we hebben een begrotingsdebat. Een beetje vergelijkbaar met Prinsjesdag, dat gebeurt ook in Duitsland nu. En dan moeten we laten zien, we kunnen niet hier een beetje, daar een beetje doen. Maar dan moet je dan in ons politieke systeem, ook met twee kamers, maar met ook een machtige positie van de zogenoemde deelstaten, de länder, moeten we dan ook qua belasting iets doen. Want als we de bedrijven geen, ik zou zeggen, belastings- of investeringsprikkels geven of andere steunmaatregelen, dan wordt niet geïnvesteerd. Dan zeggen ze, ik wacht nog, of ik ga in een ander land. Ja. En dat is dan misschien meestal niet in het buurland Nederland, maar meestal dan ergens ver weg van Europa. Ja, wat u beschrijft klinkt wel wat wij ook hebben. Dus dan zijn wij geen aantrekkelijk alternatief voor die Duitse bedrijven. Nee, ik geloof Nederland is op bepaalde dingen wel een alternatief. Dan kun je in de grensregio kan je heel goed zien welke Duitse bedrijf gaat aan de andere kant van de grens voor enkele bepaalde 15% regels of zo. En dan moet je natuurlijk ook zien, het tweede is natuurlijk ook, waar heb ik aan de andere kant ook gekwalificeerde mensen die deze dingen kunnen doen? Want dat is een ander argument om dan binnen het land te blijven. En daar hebben we natuurlijk ook een krimp bij de vraag van gekwalificeerde mensen. Heeft heel veel met vragen van een geboorte te doen 40, 30 jaar geleden. Maar daar zitten heel veel problemen. En het probleem is een beetje vergelijkbaar, 20 jaar geleden, toen iedereen nog heeft gezegd, Duitsland is die zwakke oude man van Europa. Daar hebben we dan toen hervormingen gehad met meneer Schröder, hoewel hij daarna andere dingen gedaan heeft die niet zo goed waren. Maar die moment is er nog niet. En dat denk ik tenminste. Onafhankelijk van wat de beste ding dan zou zijn, dat is het probleem op het moment. Men ziet nog niet in Duitsland, we moeten iets doen. Ja, want dat IFO-instituut dat zegt nu, we zakken steeds verder weg in een crisis. U bevestigde dat ook meteen aan het begin. De Duitse Centrale Bank, die zei pas nog, een Duitse recessie, dat lijkt ons onwaarschijnlijk. Dus ook op het hoog in de belangrijke kantoren in Duitsland is het kennelijk nog een beetje een ontkenningsfase.
Ja, het is nog een beetje een ontkenningsvraag. Want kijk eens, ja, je kunt qua theorie kan je zeggen, ja, Duitsland krimpt nu het derde kwartaal. En als we werkelijk gaan kijken, hebben we geen groei in de laatste jaar, 1-2 jaren werkelijk gehad. Dus 0,2, 0,4 plus, dan weer 0,3 minus. Dus dat is het niet. Maar kijk dan naar de werkloosheid. De werkloosheid is nog heel laag. En dat is in de politiek natuurlijk altijd ook iets. Als een lid van een Bondsdag, Tweede Kamer, als die niet hoort, oh, ik ben bang voor mijn werkbaan. Maar meer, ja, ik hoor dat het niet zo goed gaat met de economie. Maar die banen gaan er nog. Dan is het natuurlijk ook niet zo eenvoudig om te zeggen, hey, beste mensen, daar moeten we iets anders doen. Daar moeten we mee stoppen. Deze subsidie moet weg, maar daar moeten we belasting omlaag. Daar zit het echte probleem. Otto Frikke, hartelijk dank. Bondsdaglid voor FDP en woordvoerder begrotingszaken daar.